Omdat burgerzin belangrijk is. Als straks onze jongeren in onze samenleving stappen, ze doen dat al als jongeren, maar straks ook als jongvolwassenen en als volwassenen, dan moeten zij functioneren in een democratische samenleving. Waar samenleven belangrijk is. Waar respect opbrengen voor elkaar, voor verschillende overtuigingen, heel belangrijk is. En burgerschap, dat leert ons hoe een samenleving functioneert met rechten, maar ook met plichten. Met waarden en normen. En dat meegeven is denk ik zeer belangrijk om onze democratische West-Europese waarden te verankeren, ook bij onze jongeren.